Als ontwerper wil ik een brug slaan tussen voeding en gezondheid en meer bewustwording creëren. En Chocoboms is daar een concreet voorbeeld van. Chocoboms zijn bonbons speciaal voor zwangere vrouwen. Ze zijn gevuld met een gezonde boodschap. Dus daar zitten eigenlijk voedingsstoffen in die belangrijk zijn tijdens de zwangerschap. Dus net als in het begin, dan heb je foliumzuur nodig. Dat is goed voor de vroege ontwikkeling van het kindje. Daar zit ook in spinazie. Dus ik heb een bonbon met spinazie en sinaasappel. En daar zit dan vitamine C bij voor de opname van foliumzuur. Chocoboms zijn verdeeld over 3 verschillende doosjes. De zwangerschap is opgedeeld in 3 trimesters. En in elk trimester heb je weer andere behoeftes. Later wordt calcium belangrijk voor de botontwikkeling, ijzer. En veel later nog vezels. Ik werk samen met het innovatiecentrum van het Maxima Medisch Centrum, het ziekenhuis in Eindhoven. Wat ze daar doen is innovaties helpen om de markt op te komen. En zij bieden ook de kennis vanuit het ziekenhuis. Dus ik praat daar met gynaecologen, met voedingsdeskundigen of met artsen om die chocoboms, om de kennis te krijgen voor de chocoboms. Dat ik weet welke voedingsstoffen zijn belangrijk. Waar haal ik die uit, welke ingrediënten? En dan ga ik naar de chocolatier om de recepten te maken. En dan zorg ik dat het design er mooi uitziet. En zo hebben we 3 werelden in 1: voeding, gezondheid en design. Er is niks wat gelijk is aan het concept dat Naomi bedacht heeft. En we zijn hier altijd op zoek eigenlijk naar vernieuwingen. De zwangerschap is natuurlijk ook een hele speciale periode waarin het goed is om na te denken over wat je eet. Maar zo zijn er ook andere periodes in je leven waar je extra voedingsstoffen nodig hebt. En dat stukje bewustwording, dat wil ik overbrengen op een creatieve manier. En dat is de reden dat ik samen met Maaike Schuitema, mijn collega-ontwerper, de Voedselapotheek ben gestart. En in de Voedselapotheek, dat is een platform waar voeding en gezondheid bij elkaar komen. En waar we dus gaan nadenken over het voedsel van onze toekomst. Waarin we concepten ontwikkelen, producten maken, workshops geven in het bedrijfsleven. Om zo kruisbestuivingen te laten plaatsvinden tussen die bedrijven en de sectoren voeding en gezondheid. Ik ben een ontwerper, ik ben afgestudeerd als ontwerper. Nu ben ik ook een ondernemer, dus dat betekent dat ik alle aspecten van chocoboms, en dat zijn er nogal wat, voor elkaar moet krijgen. Dus dat gaat over de verpakking, naar de vormgeving, dat gaat natuurlijk. Dan moet je het in de markt gaan zetten, dus moet je verkooppunten gaan vinden. Dus het is een heel avontuur.